Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 15 november. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ga even anders zitten, want ik zit recht met mijn snoet in de zon. Er zou een pakketje binnenkomen met de kerstcollectie van Essence. Die is nog steeds niet binnen. Het bezorgmoment was weer niet gehaald. Nu staat hij weer op morgen. Dus we gaan het wel zien of het dan wel gehaald wordt. Ik ben er een beetje bang voor. Maar goed, dan moet ik maar even zien. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Bureau Rotterdam. Ik vond het best heftig. Er waren best wat heftige zaken dat ik dacht van oei, best wel pittig eigenlijk. Maar op zich was het wel weer een mooie uitzending. Er is ook alweer een oproep gedaan waar ze volgend seizoen eventueel heen zouden moeten. Ik zag ook dat er best wel wel wat politiekorps op hadden gereageerd waar die welkom zou zijn. Dus nou, we gaan dat wel weer zien. Dit seizoen is natuurlijk nog in volle gang. Maar ze zijn daar toch al wel weer mee bezig. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de vlog gaan afmaken. Dat ging allemaal wel. Alleen het exporteren lukt niet. Want hij geeft dus aan dat er een fout is. Dus ik hoop wel dat ik hem vanavond geëxporteerd krijg. Anders heb ik een probleem. Dan kan ik hem niet uploaden. Ik heb even mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even daar een nieuwe voor maken. Want daar was ik niet helemaal tevreden over. En dan... Was dat het ook alweer? Toen ben ik Thirsty gaan kijken, de laatste aflevering. Ik was eigenlijk een klein beetje teleurgesteld. Ik weet niet zo goed wat ik had verwacht, maar dit in ieder geval niet. En ik kan er ook niet zoveel over zeggen, want er zijn misschien mensen die deze serie willen kijken en dan heb ik al gespoilerd. Maar ja, ik kan wel heel eerlijk zeggen dat ik een klein beetje teleurgesteld was over het einde. Dat ja, vond ik niet heel fantastisch. Beetje ongeloofwaardig eigenlijk. Toen heb ik nog even Love Hurts gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Toen heb ik ook wel eigenlijk lekker geslapen. Ik heb wel doorgeslapen. En dat was prima. Zo meteen, ik ga even de woonkamer doen. Dan heb ik een stift binnengekregen om mijn trui. Hopelijk een beetje weer te fatsoeneren. Dat ga ik jullie even in meenemen. Even wat andere dingetjes doen. Dan ga ik nog even in mijn bullet journal aan de gang. Dus dat wordt eigenlijk voor nu de planning. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Ik zal straks even de plekken laten zien. En ook de stift die ik er dan voor gekocht heb. Ik weet echt niet of het gaat lukken, maar ik hoop het. Dus ik ga nu even muziek aan doen. En dan ga ik eventjes aan de schoonmaak. Dan is dat ook weer klaar. Dit is het dilemma van mijn trui. Er zijn dus een paar gloorplekjes ingekomen. Hier en vooral hier. En daar baal ik heel erg van. Dus ik heb hier dus nu een stift. Om kleding te doen, in te kleuren. Dus dat ga ik nu eventjes proberen of dat een beetje mooi wordt. En dan kunnen we zo het resultaat zien. Dus dat ga ik nu eventjes proberen, want ik bouw hier echt onwijs van. Ik zal er even een krant tussen leggen. En dan ga ik het maar even proberen om te kijken of het een beetje kan fixen in ieder geval. Het heeft dus wel gepakt, alleen je ziet wel dat de kleur iets te donker is voor deze trui. Maar ik ga hem nu ook gewoon gelijk uitwassen. En ja, wie weet dat het nog wat lichter wordt. Ik kan het altijd nog iets bijwerken, maar ja, in ieder geval die vlekjes zijn er wel af. Maar ik vind het er niet echt per definitie beter op geworden. Want als je hem zo kijkt, dan leek hij er best wel een beetje bij te kunnen horen. Maar hij is toch donkerder. Ik ga hem nu in ieder geval eventjes in de wasmachine stoppen met de kleding erbij. En dan zullen we wel zien wat het resultaat wordt als hij uitgewassen is.
Nou, de trui komt dus uit de was en je ziet wel dat de stift is wel weer verkleurd. Het is niet meer helemaal zo donker. Hier zie je nog wel wat donkere stukjes, maar je ziet wel heel duidelijk dat het dus na verloop van tijd toch wel weer heel licht wordt. Dan zou ik het nog een keer kunnen doen en hem in de handwas kunnen doen, maar ja, ik denk niet dat hij helemaal gaat dekken. Dus het is niet, nee, het werkt niet heel erg goed, helaas. Dus ja, het is wel al wat minder donker, maar je blijft de plekjes wel zien, helaas. Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb toch nog best wel wat klusjes kunnen doen. Het oude papier is weer bij elkaar geraapt. De zijkant van de stofzuiger is even helemaal schoongemaakt, want daar had ik best wel wat witte vlekken op zitten. Ik wist niet wat het was. En uiteindelijk ging het met het sponsje heel makkelijk vanaf. Dus nu is die eigenlijk gewoon weer helemaal mooi. Dus het zijn gewoon van die klusjes die je gewoon eigenlijk ook regelmatig moet doen. Ik dacht eerst misschien zijn het gewoon slijtageplekjes, omdat ik hem natuurlijk elke dag gebruik, maar ik kreeg het er uiteindelijk wel af. Even lekker in mijn bullet journal bezig geweest. Dus wat dat betreft best wel een productief middagje. Woonkamer is in ieder geval lekker schoon. Dat vind ik ook wel heel fijn. Dus nu ga ik zo meteen eventjes lekker relaxen. Ja, verder eigenlijk ja, was het gewoon een beetje wel standaard, maar ook wel lekker. Vanavond ga ik kijken naar het perfecte plaatje. En daarna nog eventjes een spelletje doen. Dan ga ik ondertussen proberen de vlog te exporteren. Ik hoop dat het lukt. Ik moet nog wel even die nieuwe foto maken, maar dat doe ik strakjes wel eventjes. Verder ga ik, als ik mijn blogpost heb geschreven, een nieuwe serie uitzoeken op Netflix. En ik wil naar Ferry gaan kijken. Had ik al besloten. Dus die ga ik kijken. Ik ben wel benieuwd. Ik heb wel gehoord van sommige mensen dat ze hem niet helemaal geweldig vinden. Maar dat wil ik dan ook graag zelf beoordelen. Omdat ja, verschillende mensen verschillende meningen. Dan ga ik de laatste oogappels kijken. En ik denk dat ik daar mijn zakdoekjes even bij nodig heb. Want ik denk wel dat er iets heel treurigs gaat gebeuren. Dus ik denk dat het wel even flink huilen wordt. Aangezien dat vorige week al een beetje was. Ik denk dat het vanavond wel helemaal heftig voor mij gaat zijn. Ja, ook wel weer jammer. Alweer de laatste. Maar ja, dat gaat altijd best wel snel. Ik ben ook wel benieuwd. Dan ga ik eventjes nog mijn boek lezen in bed. En dan ga ik lekker slapen. En dan vind ik het wel weer mooi geweest. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niet zo heel veel meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 16 november. Ik ben klaargemaakt. En ik bouw al een beetje. Maar dat ga ik zo even vertellen. Ik moet straks gewoon weer boodschappen doen. Ik weet nog niet hoe laat mijn coach er is. Ik heb nog niks gehoord. Moet ik even kattengrit halen. Dan ga ik naar de nieuwe welkoop toe. Dus dan ga ik jullie even meenemen. Want die is dus verbouwd. Ik ben wel heel benieuwd hoe het geworden is. Maar ik was er nog niet eerder geweest. Hij is alweer een paar weken open. Maar ik had nog geen kattengrit nodig. Dus ja, ik heb het nu nodig. Dus ik ga er niet heen als ik het niet nodig heb natuurlijk. Want hij zit ook niet meer bij mij, zeg maar, in het dorp. We moeten weer een dorp verderop. Nou ja, het is wat het is. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden. Begin me een beetje te ergeren aan Saskia. Die weet niet wat ze wil. Toen maakte ze gisteravond bij het einde een opmerking dat ik dacht van het wordt steeds erger met jou. Heel veel mensen begonnen zich aan dit personage te ergeren. Ik begrijp het. Ik heb daarna het perfecte plaatje gekeken. Was ook wel weer leuk. Even een spelletje gedaan. Was ook prima. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Maar ik vertelde gisteren al dat ik problemen heb met de vlog. Ik probeerde die vlog te exporteren en dat ging dus dinsdagavond al niet. Dus toen dacht ik, dan ga ik het gisteravond weer proberen. Dacht, de laptop heeft weer een poosje uitgestaan. Ik heb hem afgesloten, opnieuw opgestart. Ik ga er gewoon weer met frisse moed tegenaan. Nou, ik heb daar weer letterlijk 2 uur in gestoken. En elke keer foutmelding op foutmelding. Hij geeft een onbekende fout aan met exporteren en ik weet niet wat het is. Ik krijg het niet verholpen. Moet ik ook zeggen, mijn laptop is vrij oud. Ik heb mijn laptop 9 à 10 jaar en dat is vrij oud. Ik heb een MacBook en die gaan officieel zo 7 jaar mee volgens Apple. Dus dat ik hem al 9 à 10 jaar kan gebruiken is alleen maar plus. Maar ik begin problemen te ondervinden. Nu met het editen van de vlog, hij geeft ook heel vaak van die strepen in beeld aan. En die gaan ook wel weer weg, weet je. Ik kan hem nog gewoon gebruiken. Ja, en degene die ik wil, die is gewoon hartstikke duur. Want ze zijn hartstikke duur, die dingen. En ik bedoel, ze zijn het geld meer dan waard. Echt, zeker wel. Maar om zo eventjes dat geld weer over de bal te smijten, heb ik gewoon eigenlijk nog niet zo heel veel zin in. En ik heb gewoon zoiets, ik wil het gewoon zo lang mogelijk uitstellen, totdat die echt niet meer kan. Ja,
We zitten wel een beetje tegen het moment aan te komen. Maar ik weet niet of dat dit aan het programma ligt. Of dat het de MacBook is. Dus ik heb er nu een nieuw programma opgezet. Waar ik echt de bollen niet van snap. Om het maar even zo te zeggen. Ik snap er gewoon helemaal nog niks van. Want ja, ik was mijn andere editprogramma gewend. En dat heeft ook even geduurd voordat ik die weer onder de knie had. Omdat ik hiervoor weer een andere gebruikte. Deze snap ik al helemaal nog niet. En ook afbeeldingen wil die er niet in zetten. Dus het is geen ideaal programma. Maar ik moest eventjes snel wat hebben. Maar ik was er op een gegeven moment zo klaar mee. En ik dacht, nou weet je wat. Ik besluit nu om een Instagram post online te zetten vandaag. Om maar te zeggen dat de vlog later komt. Zodat ik hem vandaag rustig kan afmaken. Want ik moet hem helemaal opnieuw editen. Dus de vlog staat nog niet online. De Instagram post staat wel online. Waarin ik dus aangeef dat de vlog later komt. Toen ben ik eventjes naar Ferry de serie gaan kijken, wat ook best wel pittig was, maar ik vind het wel heel interessant om door te kijken. Ik denk wel dat dit een beter programma was geweest voor Undercover. Maar ja, ze hebben het natuurlijk gemaakt omdat Undercover zo'n groot succes was. Daarna heb ik de laatste aflevering van Oogappels gekeken en dat was heel veel huilen en dat had ik al verwacht. Daar was ik echt wel een beetje overstuur van. Het had ook te maken met een overlijden en ja, dat is natuurlijk voor mij ook nog maar zo kort geleden dat ik dat heb meegemaakt. Dus die kwam even heel hard binnen, dus daarna ben ik naar bed gegaan, toen heb ik een boek gelezen. Ik heb nog overwogen om de laptop mee naar bed te nemen om daar die vlog af te maken, maar ik dacht nee, ik moet nu ook maar even aan mezelf denken en mijn dingen gaan doen, dus gaan we gewoon niet doen. Als goed is komt vandaag het pakketje binnen met de kerstcollectie. Die wil ik jullie nog wel even laten zien als die een beetje op tijd is. Ik ga zo even stofzuigen. Ik heb nog niks gehoord van mijn coach. Dus ik ga zo de laptop aanzetten en dan ga ik er gewoon weer achter kruipen om die vlog verder af te maken. In de hoop dat die niet al te laat online kan. Dus dat is nu de planning. Als ik het pakketje binnen heb, zal ik die nog eventjes met jullie uitpakken. En ik neem jullie straks eventjes mee naar de nieuwe welkoop. Thuis. Het was een hele zoektocht. Ik moest nog een Sinterklaas cadeautje hebben voor Lente en Yara. Moest zondag meenemen. Ja, ging allemaal niet van een leien dakje. Het was een hele zoektocht. Ik heb niet zo heel veel winkels waar je echt gewoon heel veel spulletjes kan halen voor kleintjes. Uiteindelijk is het wel gelukt. Ik kan het jullie alleen nog niet laten zien. Omdat, dan zou Nathalie het ook al zien. Ik heb voor de rest van de middag ook de hele tijd nog aan die vlog gezeten. Wat mij gewoon niet lukt. Dus ik weet het eventjes niet. Ik ga in ieder geval even laten zien wat ik heb gehaald. Wat ervoor weer. Voor bij de koffie en chocoladeletjes. Ze hadden niet eens een aatje. Ze hebben ook alleen maar grote. Vind ze duur hoor. Shootjes. Boontjes. Toetjes. Pepernootjes voor in de bak. Spinazie. Nog deze. De Mickey en Mini face spray. Kipfiletje. Ik heb zelf nog deze leuke sokken bij de Hema. Met Lucky Cats en de Sipi sokken. Voor de kerst. Zinpapier. Twee keer cola. Twee keer oma's frieten, die waren in de aanbieding. Spekjes.
brokjes in saus. Ovenfrikandellen waren bij de Lidl nu in de aanbieding. Twee keer de bakken en braden, die was weer in de aanbieding bij de Bomi. Vlavinken. Frietsaus. Ik maak straks even frietsaus. Ik heb gesneden champignons, want dit is gewoon niet zoveel. Dat is gewoon makkelijker. Aardappelschijfjes. En chocomel, dus dat was het. Ik ga dit even opruimen. Ga ik nog even aan die vlog zitten om te kijken of het lukt. Ik heb ook weer kattengrit gehaald, dus bij de welkoop was het wel leuk om er even te zijn. Maar ik vond niet heel veel veranderd. Ga ik straks even lekker douchen. Ga ik mijn eten maken. Vanavond kijk ik Goede Tijden. Daarna heb je een debat op SBS6 wat ik even wil gaan volgen. En dan ga ik nog even een spelletje doen, mijn foto's bewerken. Ik hoop dat ik die vlog zo afkrijg. En dan ga ik Ferry kijken en daarna weer Love Hurts. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat vind ik het ook wel weer prima. Ik had alweer even iets anders aangetrokken, want ik was alweer erg aan het zweten in mijn shirtje. Dus nou ja, dat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu niks meer doen dan eventjes weer met die vlog aan de gang, want ik heb er echt heel erg te balen van. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Ik gooi even de gordijnen open, want ik heb net een video op zitten nemen en die zon die scheen perfect in mijn ogen. Ik moet heel even kijken. Het is vandaag 17 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb dus net een make-up video opgenomen. En ik heb een beetje te balen, want het is nog steeds niet gelukt om die vlog voor elkaar te krijgen. Ik heb er gisteren weer uren aan zitten prutsen. Ik ga hem nu nog één keer helemaal proberen opnieuw te editen in de hoop dat het dan wel goed gaat. Maar ik weet inmiddels niet meer wat ik eraan kan doen. Ik heb andere programma's geprobeerd. Dat werkte niet. Ik had op een gegeven moment een programma, daar snapte ik helemaal niks meer van. Dus het is allemaal echt een heel groot drama. Dus ik weet even niet meer hoe ik verder moet. Gisteravond, nou ja, ben ik daar dus mee bezig geweest. Maar heb ik wel naar Goede Tijden gekeken. En daarna het debat op SBS6, waar ik wel heel erg om hard heb moeten lachen soms. Was op zich wel interessant. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik weer aan die vlog gaan zitten. Ik heb zelfs mijn foto's nog niet afgekregen met bewerken. Op een gegeven moment was ik er zo klaar mee. Toen ben ik Netflix gaan kijken, serie Ferry. En nog eventjes Love Hurts. Ik heb zelfs de laptop mee naar bed genomen om hem daar verder op te laten slaan. En hij heeft er een uur over gedaan en toen had ik nog niks. Dus ik weet het niet meer. Ik ben even radeloos. Ik ga hem gewoon nog een keer proberen opnieuw te editen met het programma wat ik altijd gebruik. Maar ik weet het echt eventjes niet meer. Ik baal ervan. Het huilen staat me nader dan het lachen, zeg maar. Dus dat is een beetje de situatie. Ik heb wel lekker even mijn boek gelezen. Dat was wel heel leuk. Toen ben ik ook in slaap gevallen. Want ik was gewoon hartstikke moe. Maar het is gewoon echt even één groot drama. En ik ga zometeen, als ik mijn dingetjes heb gedaan, er nog eventjes een keertje aan proberen te zitten. Ik ga eventjes wat dingen opruimen. Ik ga jullie even meenemen in wat kleine klusjes. Ik moet nog 5 december cadeautjes inpakken. Ik zal ze wel eventjes filmen. Laat ik jullie later even zien wat ik voor de meisjes heb gekocht. Want dat gaat nu eventjes niet. Want het is nog geen 5 december natuurlijk. Ik wil gewoon nog even wat dingen doen. Dus ik ga gewoon eventjes, maar eventjes aan de gang in en dan eventjes wat dingetjes doen. Dus ik ga jullie meenemen. Ik heb ook de pakketjes inmiddels binnen, want ik had gisteren nog gezegd, ik laat jullie de kerstcollectie nog zien. Maar die was dus weer niet gekomen en nu is die inmiddels binnengekomen. Dus die zal ik zo ook nog even uitpakken. Maar ik ga nu eerst even hier gauw wat doen, want het is een beetje een troep voor mijn gevoel. Thank you.
Nou, ik zal jullie nog even de pakketjes laten zien, want ik ben leuk, maar ik ben gewoon heel gestrest. Ik ben voor 100.000 keer bezig met die vlog. Ik vond het eigenlijk niet zo fijn die dag vandaag, maar goed. Ik zal het jullie even laten zien. Ik ben hem nu helemaal opnieuw aan het editen. Ik had natuurlijk al gezegd, het ging om de kerstcollectie van Essence. Die ik had besteld. En in deze collectie, het is de collectie Merry Christmas My Dear. Ik heb hier een glossy lipbalm in een hele leuke vorm. Dus dat is die. Dan heb ik hier stickertjes voor de nagels. Een hele mooie highlighter. Deze Glitter Beautifier. Dan heb ik een liquid blush. Hier ga ik allemaal nog een video van opnemen. En een Jumbo Crayon Stick. En een glitter topper voor de nagels. En ik heb 2 van deze clipjes besteld. Ze zijn iets groter uitgevallen dan ik had gedacht. Iets kleiner waren, maar dat maakt niet uit. Ze waren nu met korting. Maar ik dacht dus dat ze iets kleiner waren. En ik heb nog een nieuw item. Ga ik ook even uitpakken. Ik hoop dat ik dat nog red, want die camera is ook weer bijna leeg. Ik zal dit even netjes terugsteken. Ik had natuurlijk een kruidenpest. Dat kon ik niet handelen. Zo heel erg goed. Dus nu zag ik dat ze nog met 10, nog steeds 10 euro kosten. Waarom wil dit niet? Dit is zo'n dag, jongens, dat ik helemaal gek word. Ik moet knippen. Is open. En ik heb nog een nieuwe besteld met trut erop. Ik vind het hele fijne truien. Deze heeft dan niet zo'n opdruk, maar deze heeft een glittertje. En deze was nog 10 euro. Er was nog 1 S'je. Ik dacht, nou, dan ga ik gewoon nog 1 bestellen. Ik ga die andere nog wel weer even wat proberen. En die accu is dus leeg, maar wat ik wilde vertellen, die andere kan ik nog wel met een giletje aan. Maar dit is dus eventjes een nieuwe erbij, want ja, ik irriteerde me er heel erg aan. Het is niet mijn week, jongens. Echt niet. Zo, nou, alles gedaan. Te weinig voor wat ik wilde doen, maar het zit me zo hoog dat die vlog niet wil. En ik heb vanavond ook gewoon weer een video die geëdit moet worden voor morgen. Ik weet het allemaal niet meer. Ik ben nu die ene helemaal opnieuw aan het editen. Dus ik hoop dat dat goed gaat komen. Maar ik ga hem zo even aan de stroom leggen. Dan kan ik nog even verder, maar ik wil zo ook even relaxen. Ik heb zo last van mijn rug, want toen ik wakker ben geworden, ben ik in bed gelijk weer verder gegaan met die vlog. Ik weet het niet. Het is mijn week niet. En ik kreeg dan gisteren al hele lieve berichtjes van een aantal van jullie. Van, goh, is er wat aan de hand? Want er staat geen vlog online. En dan maakten jullie je een beetje zorgen. Dat vind ik dan zo super lief. En ja, ik weet wel. Het is natuurlijk, ja, voor mij, het is gewoon een hobby. Maar ik wil het zo goed doen altijd, weet je. Als ik beloof dat er een video online komt, dan wil ik die online krijgen. Maar zoals vandaag ook, dan zit ik weer te klieren dat het licht zo naar binnen valt. En ik weet niet, het zit me gewoon allemaal even tegen. Ik voel me nu gewoon even niet zo lekker in mijn vel, omdat het niet zo goed lukt. Ja, ik weet het gewoon even niet. Ik weet gewoon even niet zo heel goed wat ik met mezelf aan moet. Ik was dus aan het vertellen dat ik mijn boodschappen naar boven had gebracht. En toen zei mijn telefoon ook. Ik zit vol, ik ga niet meer verder filmen. Camera was leeg, die heb ik nu even aan de oplader zitten. Zodat ik toch nog even mijn verhaal af kon maken. Dus ik zit ook op een andere plek. Ik ben er klaar mee. Ik ben nu al klaar met deze dag en ik weet het allemaal eventjes niet meer. Ik ga nu in ieder geval maar even proberen om even te relaxen, want ik heb het gewoon even nodig. Dan ga ik straks maar douchen en eten. Dan ga ik die vlog proberen alsnog online te krijgen. Ik weet gewoon niet of het gaat lukken, jongens. Ik weet het even niet meer. Ik voel me er gewoon heel naar door en nou ja, goed. Ik heb vanavond ook nog heel veel te doen. Ik wil eigenlijk heel graag de Masked Singer kijken. Dus ik moet tussendoor ook nog die vlog proberen af te maken.
Ik moet mijn video voor morgen nog proberen te editen in de hoop dat dat wel gaat lukken. Ik moet mijn foto's nog afmaken voor mijn blogpost. Ik denk niet dat ik het allemaal ga redden. En dan moet ik het ook maar laten. Dan moet ik ook gewoon zeggen, er gaan dingen morgen gebeuren. Ik moet het maar een beetje proberen los te laten, wat ik heel moeilijk vind. Ik ga vanavond in ieder geval wel weer verder met Ferry de serie. Nog even Videoland kijken. En dan ga ik naar bed om een boek te lezen. En ik denk dat ik het dan ook wel zat ben, want ik ben het nu al aardig zat. Ik ga mijn nagellak eraf halen en dat wordt het ook. Ik ga jullie morgen zien, want ik ben nu niet even niet heel vrolijk. Dus ik ga dat in ieder geval eventjes doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 18 november. Ik ben klaargemaakt. Het is een beetje koud. Het is letterlijk 7 graden, heb ik net even gecheckt. En ik ben weer blij. Het is me uiteindelijk gelukt om de vlog online te krijgen. Het heeft me heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Ik had hem op een gegeven moment online en ik was heel blij. Toen kreeg ik al een berichtje van een van jullie dat de eerste 7 minuten het niet deden. Toen heb ik hem er weer afgehaald. En toen heb ik het nog 4 keer opnieuw in elkaar moeten zetten voor hij uiteindelijk op zou slaan. Toen kon ik hem uploaden en toen is hij uiteindelijk online gekomen. Daar ben ik wel heel blij mee, want ik voel altijd gewoon een heel plichtsgetrouw gevoel naar jullie toe. Van ik wil dat online krijgen en uiteindelijk is het dus nu gelukt. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dus dat is wel echt fantastisch. Dus er is weer een soort van last van me afgevallen. Sinterklaas is natuurlijk aangekomen en ik had wel een beetje medelijden met alle kinderen en hun ouders, want het regent heel erg. Het is echt heel erg koud. Ik weet nog wel vanuit mijn eigen jeugd, de plek waar ik vandaan kwam, daar kwam die ook altijd aan bij het strand, zeg maar, met een boot als een soort van intocht en daarna ging die dan het centrum in. En ik weet nog wel dat wel hele koude tijden waren, ook op dat strand. Je zit aan het water, het waait en het was soms ook wel eens heel regenachtig en het kon heel koud zijn. Meestal gingen we daarna ook nog eventjes naar het centrum toe. Het was wel echt heel leuk, altijd. Alleen dan krijg ik alweer een melding dat er toch alweer een intocht is geweest waar de politie heeft moeten ingrijpen. Er was iets met vuurwerk. Ik weet niet precies wat de reden ervoor is. Maar dat vind ik toch wel heel erg jammer dat het wat dat betreft zo veranderd is als ik kijk naar mijn eigen jeugd. Er is eigenlijk nooit gezeur geweest met intochten. Althans, ik heb het niet meegekregen. Maar als je nu ziet hoeveel gezeur ermee is, dat vind ik gewoon heel erg jammer. Maar goed, ja, je doet er niet zo heel veel aan, maar het is gewoon wel, ja, het is een beetje schrijnend. Het is gewoon heel jammer dat het allemaal zo moet. Ik heb gisteravond weer naar de Mask Singer gekeken. Ik had het weer niet goed. Ik had echt geen idee wie erin zitten. Ik heb wel een beetje het idee dat het misschien een beetje al wel een beetje op zijn retour aan het lopen is. Er is nu heel veel veranderd, wat ik ook niet per se heel leuk vind. En ja, ik weet niet, het duurt voor mijn gevoel wel iets minder lang, dus dat is wel fijn. Maar ja, doordat er heel veel reclame in zit, heb je wel gewoon dat het nog steeds wel lang duurt. Maar ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Ik heb nog even een spelletje gedaan, toen ben ik dus hard aan de gang gegaan met die vlog. Maar video, die moest ook nog in elkaar gezet worden en ik moest mijn blogpost schrijven. Het is me uiteindelijk allemaal gelukt. Toen ben ik weer Ferry de serie gaan kijken, echt super, ja, super spannend. Er komt ook weer een nieuwe film aan. Ik ben wel blij dat er ondertiteling onder zit, want het is hier en daar nog wel eens dat er Brabants gesproken wordt en dat versta ik dus niet. En daarna nog even een serie op Videoland en toen ben ik lekker naar bed gegaan. Toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen en gaan slapen. Ik heb ook aan een stuk doorgeslapen, maar dat komt nu denk ik ook omdat ik gewoon heel erg het gevoel had van het is allemaal geluk met de vlog en het is allemaal goed. Vandaag op de planning. Ik heb best wel veel te doen eigenlijk. Ik wil eventjes het huis een beetje in Sinterklaas weer brengen. Dus stickertjes opplakken en gewoon een beetje gezelligheid. Ik moet mijn kwasten eigenlijk wassen. Ik moet even kijken in hoeverre ik wat kan wassen. Want morgen heb ik mijn make-up nog nodig. Want morgen ga ik, hebben we afgesproken om naar het graf van opa te gaan. En daarna gaan we nog even wat anders doen. Dus dan ga ik gewoon in de make-up natuurlijk. Normaal gesproken op zondag doe ik eigenlijk nooit wat aan mezelf. Maar als ik de deur uit ga, vind ik het ook wel fijn om wat op te hebben. En ik moet de foto's maken, want dat kan ik dus morgen niet doen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen een beetje in mijn dingen. Dus ik ga nu eerst even stofzuigen, muziekje aanzetten. En dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Dus tijd om dat te gaan doen. We'll be right back.
Spullen ook eventjes gepakt. Ik ga deze Nudrop Tinted Serum Foundation proberen van Catrice. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem in een hele lichte kleur. Ik zal hem even schudden, want ja, die ga ik proberen. Dan heb ik hier een Fix It Like a Boss Transparent Brow Fixing Gel van Essence. En ik wil deze Cracked Heel Cream proberen, want ik heb dus best wel last van... ja, mijn voeten altijd. Ik ben heel benieuwd of dat dit een beetje werkt. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Nou, de stickertjes zitten er dus op. Ik ben alleen een pietje kwijt. Die moet ik nog een keer vinden. En het nadeel is, kijk, deze die heeft er een beetje moeite mee. Maar die is een beetje... Het is een nuks. Die gaat een beetje... Dus ik ga ervan uit dat die er nog wel een keer af gaat vallen. Maar dat is dus in de gang, wat ik wel leuk vind. Nou, Sint en Piet zitten ook hier helemaal klaar. Dat zijn van die hamsters van de Albert Heijn. Ik vind dat super leuk en ik heb er dus nu een aantal. En nu kan ik dus gewoon, ja, zoals met dit soort gelegenheden zet ik hem neer. Ik zie alleen dat zijn stafje helemaal recht hangt. Die moet ik even goed zetten. En hier de vrolijke stickers van de HEMA van de Takkielijn. Ik heb dus hier ook wat leuke letters op. Hier en daar een pepernootje, wat snoepjes. En hier zitten dan Sipi en Takkie. Ja, ik vind het heel gezellig. Ik word er wel heel blij van als ik er naar kijk. Zo, het begint inmiddels weer een beetje te schemeren. Maar dat is ook niet zo heel gek, want het, is, het was ook al een donker dagje. Maar ik heb zoveel kunnen doen in eigenlijk helemaal niet zo heel veel tijd. Ik ben er gewoon echt heel blij mee. Ik heb natuurlijk het huis een beetje versierd met Sinterklaas dingetjes. Ik word er ook zo blij van dat ik dan nu naar die keuken kijk en ik zie die stickertjes op dat raam. Ik vind het gewoon heel gezellig. En nogmaals... Ook als je geen kinderen hebt, kun je het natuurlijk heel gezellig maken. Dus ik, ja, ik vind het gewoon heel gezellig. En dan zie ik die Sipi en die Takkie zo leuk. Superleuk. Ook die stickers op het raam aan de zijkant vind ik superleuk. Ik heb niet alle stickers opgeplakt van het boekje van Takkie. Want er waren er best wel veel. En ik dacht, nou, het moet wel een beetje leuk blijven. Maar dit vond ik zo wel heel leuk. Ik hoop ook wel dat het goed blijft zitten. Want het zijn natuurlijk wel een beetje ja, wat nattere dagen. En ik heb soms het idee dat de kou best wel naar binnen gaat. Dus ik hoop wel dat het blijft zitten. Ik heb een deel van de kwasten klaar. Omdat ik morgen dus nog een deeltje nodig heb. Dus die moet ik dan later nog even schoonmaken. Toen heb ik de foto's gemaakt. En ik heb zelfs nog in mijn blog een YouTube-boek kunnen werken. Dus echt... Die had ik niet zien aankomen. Ik dacht, oh, dat ga ik allemaal helemaal niet redden. Maar het ging allemaal zo vlot. En daar ben ik dan zo blij. Want de afgelopen dagen, ook natuurlijk omdat ik zo in mijn maag zat met die vlog. Toen had ik van die baaldagen. Dan denk ik nu van, ja, dit was eigenlijk gewoon weer een hele fijne dag. Waarin ik dingen heb kunnen doen waar ik heel blij van werd. Dus ik ben er echt heel blij mee. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen onder een kleedje. Want ik heb het best wel een beetje koud. Ik ga dan straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik lekker kijken naar Flikker Rotterdam. Daar heb ik heel veel zin in. Ik denk nog even een stukje van de intocht. Ik heb een klein stukje gezien, maar nog niet alles. Maar ik ben wel even benieuwd om dat verder te kijken. Maar ik heb vanmiddag een stukje gekeken. Maar ik heb dan niet echt de rust zeg maar, om te blijven zitten. Omdat ik weet dat ik nog heel veel wil doen. En toen dacht ik, nou weet je, dan kijk ik hem gewoon vanavond lekker verder. Dus dat is ook wel leuk. Misschien nog even een spelletje doen. Denk het wel, maar ik zit zo vast. Dan ga ik lekker
Ja, ik twijfel dus een beetje. Zal ik met die vlog gaan beginnen? Ik vind het een beetje eng, want de kans is heel groot dat ik dan weer problemen krijg met exporteren. Ik heb gewoon het idee dat ik hem momenteel achter elkaar moet doen. Of dat ik alvast die video van de Emily in Paris collectie in elkaar ga zetten. Maar ik moet eventjes kijken. Ik ga in ieder geval wat doen. Dan ga ik lekker ferry kijken en nog even Videoland. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En dan hoor ik nog hoe laat we morgen vertrekken. Volgens mij al een beetje op tijd. Maar goed, dat is weer een dag voor morgen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ga jullie proberen nog wel even mee te nemen. En zorgen dat mijn werk er nu goed staat. Ik kan me niet veroorloven om weer te verslapen. Maar goed, daar gaan we zorg voor dragen. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemorgen. Deze zondag. Het is 19 november. Ik ga me even gauw klaarmaken. De dag is niet al te goed begonnen eigenlijk. Ik werd dus wakker en ik keek op mijn telefoon. Maar ja, ik was dus letterlijk net wakker. En toen dacht ik te zien dat het al 8 uur was. En toen appte ik heel blij in de groepsappje. Ik heb me niet verslapen. Ik ben dan voor de wekker wakker. En toen keek ik later, toen zag ik... Het is pas 6 uur. Ik had me verkeken. Toen zei ik, oké, ik kom er net achter dat het veel te vroeg is. Ik ga weer verder slapen. Doei. Mijn moeder moest eigenlijk wel heel erg om lachen. Uiteindelijk zei ik, nou, ik vond het niet zo grappig. Want toen ik wakker werd, was ik heel fit. En toen ben ik verder gaan slapen. Ik ben dus wel weer in slaap gevallen. En daarna was ik dus wel weer een beetje, ja, moe. Maar het wordt ook weer heel droog. Dus, dat betekent dat ik weer even met de crème moet smeren. Ja, aan de ene kant denk ik, zou ik er een keer mee naar de huisarts moeten. Maar het probleem is, zeg maar, als ik met de crème smeer. Als ik die crème opsmeer, die... ik heb dus die eczeemcrème, eigenlijk voor mijn vinger. Maar die heb ik gewoon onder mijn ogen gesmeerd. Dan gaat het echt heel goed. En zodra ik daarmee stop... is het weer één groot drama. Dus ik twijfel een beetje wat verstandig is. Kijk, zolang ik die crème erop smeer, gaat het eigenlijk heel goed. Maar stop ik daarmee, krijg ik weer pijn. Het doet nu ook gewoon pijn als ik de make-up weer aanbreng. Dus ik vind hem lastig. Gisteravond heb ik een Flikker op de Band gekeken en dat was echt super spannend. Daar heb ik echt van genoten. Nou, nog even de intocht van Sint. Dat was ook wel leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. En ik was weer Disney Dreamlight Valley aan het doen. En ik vertelde dus al dat ik vast zat. Maar Nathalie belde nog eventjes. We moesten even doorspreken voor vandaag. Tijd en zo. En toen zei ze van... Oh, stuur maar even een screenshot. En dat had ik gedaan. Zei ze, ja, je moet naar het Disney kasteel. Ik wist heel niet waar het Disney kasteel was. Stuurde ze een foto, daar was ik aanbeland. En toen uiteindelijk, toen zei ze van... je moet dit en dit doen. Dat kreeg ik eerst niet open. Uiteindelijk kreeg ik nog wel open. Ze zei nog, neem anders er maar mee. Dan kan ik in de auto nog eventjes kijken. Niet terwijl zij rijdt, maar terwijl een ander, mijn vader of zo, reed. Als die gaat rijden. Maar uiteindelijk heb ik hem wel open gekregen. Maar ik denk dat ik nog eventjes... ja, misschien nog even meenemen dat ze misschien nog iets kan helpen. Maar ik zei al, ik heb natuurlijk geen wifi onderweg. Ja, dus heb je ook niet nodig. Oké, dat wist ik niet. Dus nou ja, dat. Ik heb de video van Emily in Paris al eventjes klaar. Want ik durfde de vlog niet te doen. Want ik denk, ja, dat gaat waarschijnlijk toch weer mis. Als ik hem dan dinsdag wil afmaken, dan kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ik vond het eigenlijk een beetje zonde om daar mijn tijd in te gaan stoppen. Dus nu heb ik gewoon een andere video gedaan, die van Emily in Paris. Toen ben ik weer ferry gaan kijken en daarna heb ik weer gekeken naar nog even Videoland. Toen ben ik mijn boek gaan lezen, toen ben ik ook gaan slapen. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Dan stop ik even de Sinterklaas cadeautjes voor de meisjes in de tas. En dan nog even de koelers die ik had gemaakt, die wilde mijn moeder wel hebben. En dan ga ik straks de deur uit. Ik probeer jullie nog wel even mee te nemen vandaag, als het lukt. Wij zijn even aangekomen op de kamer waar we hebben geschilderd. En het is eigenlijk wel heel mooi geworden. Deze kant zie je het beter, want daar zit ik echt precies tegen de ramen aan te filmen.
Maar iemand heeft die lopen verven en daar is geknoeid. Dus dat moet bijgewerkt worden. Dat hebben wij niet gedaan, maar ik vind het mooi opgedroogd. Dus ja, het is leuk zo. Oké, dit is mijn spul wat bij opa stond. Hebben we hem geplaatst in de badkamer. Dus dat ga ik binnenkort uitzoeken. Natalie heeft het ook al op de vlog gezet. Dus waarschijnlijk zien jullie het ook. Maar dat ga ik dus allemaal nog uitzoeken. Maar dit is het voor nu. Zo, hier is Natalie weer een keer. Die helemaal door. In haar... Steek voor je trigo-zaak, Rehad. Ga je lekker? Waarom heb je die labello ook vast? Omdat ik met mijn lippen ben gezweet. Oké, nog een keer. Wat deden we net? Allee, dat heeft net precies daar te regenen. Die film is ook in beeld. Die mensen naar zo kijken. Ik ben thuis en het is tijd voor een lekker milkshakeje met frietjes en frikandellen. Het is 6:15, dus ik ga nu eerst eventjes lekker eten. Zo, het eten is inmiddels weer op. Ga denk ik niet afwassen, want er staat niet zo heel veel. Het zijn een kopje van gisteravond en een glas en dan een bordje, dus dat is prima. Ik ga zo even lekker de verwarming aan doen, want die heb ik nog niet aangedaan. Het is een beetje koud nu. Het was een dag met een lach en een traan eigenlijk. Ja, we hebben ook echt wel gelachen, maar ja, bij het graf was het toch wel even heel zwaar. Want ja, de steen was terug en de zerk was terug. En die lag er al wel eventjes op, weer een zerk. Maar ja, ik kwam toch wel even binnen en dan zie je die tekst eronder staan. Dus brak ik ook wel weer eventjes en... Nou ja, goed, we hebben daar gewoon even gestaan en weer hadden we regen. Het lijkt wel of dat elke keer aan ons gegeven is, want met de begrafenis zelf hadden we ook heel veel regen. Maar goed, prima. Ik heb ook wel een paar mooie foto's gekregen. Ik ga even met jullie delen. Ga ik wel even mooie lijstjes voor halen. Ik heb hier allereerst nog een superleuk pasfotootje van mijn opa. Ja, voor mij heel bijzonder. Ook een hele leuke, waar hij dan helemaal lachend op stond. Superleuk. En deze is een beetje een sentiment, want dit zijn Natalie en ik toen we klein waren. Nou, mij herken je natuurlijk meteen met het brilletje. Ja, echt superleuk. Goed, dat was het eigenlijk. Ik ga zo meteen eventjes lekker douchen. Ik had wel even een joggingsbroek aan, want Natalie had een fles mee. Die had een beetje gelekt, dus ik had een zeiknatte kont gekregen in de auto. Want die was precies op de plek gelekt waar ik altijd zit. Dus ik had even gauw thuis mijn broek uitgedaan en verwisseld voor een joggingsbroek. Ik denk, dat zit echt niet lekker. Dan ga ik eventjes lekker douchen. Dan ga ik denk ik eventjes het debat kijken van het jeugdjournaal. Vind ik altijd wel leuk met de vragen die kinderen stellen. Ga ik straks even koffie drinken, Hudson en Rex kijken. Ik heb alleen die aflevering niet meer, het vervolg van vorige week. Daar baal ik een beetje van. Die probeer ik nog binnen te halen, dus ik denk dat ik nu even de aflevering van daarna gewoon ga kijken. En dan probeer ik die nog eventjes aan te komen. Ga ik even Alberto Stegeman kijken, nog even een spelletje doen. Nou, ik heb me nog even op weg geholpen. En dan ga ik de foto's bewerken. En dan ga ik lekker Ferry kijken en nog eventjes Lovebirds. En dan ga ik lekker naar bed. Even mijn boek lezen en dan ga ik ook slapen, want ik ben ook best wel moe. Was natuurlijk ook het hakte er even in dat ik vanochtend al om 6:00 wakker was, want ik dacht dat het 8:00 was. Ga van het ene in het andere uiterste. De ene keer slaap ik, maar dan was het 6:00. En dan dacht ik echt, oh. Ik had gewoon verkeerd gekeken. Ik dacht echt dat het 8:00 was. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga jullie dan ook gewoon lekker morgen zien. Want ik ga nu eventjes lekker douchen. En dan lekker mijn dingen doen op de bank. Gewoon lekker zitten. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 20 november. En ik ben klaargemaakt. Ik heb een wat dunner truitje aan, maar ik heb het wel heel koud, maar ik moet schoonmaken. En ik durf niet meer echt mijn echt goede kleren aan te trekken, omdat het vorige week fout is gegaan met die chloor. Ik was gisteravond echt super moe. Ja, nu zien ze wel jou, maar niet mij. Ik was echt heel erg moe. Ik heb Hudson en Rex gekeken en ik dacht eigenlijk dat ik de vervolgaflevering niet had van vorige week, maar die had ik uiteindelijk wel, dus daar was ik heel blij mee. Dat was toch wel fijn, want ik was toch wel heel benieuwd hoe dat uiteindelijk afliep. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken, vond ik ook best wel heftig. Het was een man, die was al eerder geconfronteerd en die was al best wel gewelddadig op dat moment, vond ik hem. En nu gingen ze hem weer confronteren, want hij moest nog zoveel dagen de cel in. En hij werd gezocht zowel in Nederland als in Duitsland. Hij hield zich ook schuil in Duitsland. En nu hadden ze hem weer geprobeerd te pakken. En nu ging het op zich wel
Uiteindelijk heeft Alberto Stegeman hem gevonden. Toen heeft de politie hem ingerekend. Maar toen begon hij Alberto een beetje te bedreigen waar de politie bij stond en dat soort dingen. Dan zegt hij ook nee, het is een belofte, het is geen bedreiging. Maar je kon uit de woorden opmaken dat het wel een beetje bedreiging was. Ik heb nog even lekker mijn spel gespeeld. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is deze kleur. En dat is dus dat laatste lakje van de Vibra. En dat is deze van... Er staan niet echt namen op, maar het is een beetje roze-paarsachtig. Ik vind hem heel leuk. Mijn foto's heb ik nog bewerkt. Ik moet nog wel eventjes een paar nieuwe maken, want daar was ik gewoon niet tevreden over. Toen ben ik lekker Ferry de serie gaan kijken. Toen nog even Videoland. Toen ben ik mijn boek uit gaan lezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. En er komt dus nog een vervolg op dit boek. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar die komt pas over 2 jaar. Want die komt pas in 2025 uit. Stond er in dat boek. En toen ben ik ook als een blok in slaap gevallen. Mijn planning is alleen veranderd. Ik ga nu morgen boodschappen doen. Mijn coach die stuurde een berichtje van... Goh, kan je morgen ook om donderdag... Was de hele planning weer veranderd. Ik zeg, ja, dat kan wel. Dan ga ik in plaats van morgen filmen donderdag. Want dan ben ik gewoon thuis en hoef ik niks. Dus dat is prima. Ik ga nog even de laatste kwasten afwassen die ik nog schoon moest maken. Dan kunnen die even drogen. En dan ga ik hier gewoon even mijn dingen doen. Dus dat zal ik jullie nog eventjes laten zien. Dus ik ga even muziek aanzetten en dan ga ik eventjes wat doen. En des te eerder ben ik ook weer klaar. Dus dat is voor nu even mijn planning. Zo, ik ben net klaar. Het is iets later geworden. Nathalie belde nog even. Moest even wat dingen bespreken. Dus dat was wel fijn. We zouden even nog wat dingen voor haar uitzoeken. Dat ga ik vanavond even doen. Dus ik heb nu net alles klaar. Katten hebben net lekker gegeten. Ik heb nu even het water aanstaan. Er zit de spinazie in. Want die moet even goed gewassen worden. Ik ga zo in ieder geval eerst even lekker relaxen. Want ik ben echt nog steeds heel moe. Dus dat vind ik wel eventjes lekker. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb de boodschappentas al naar beneden voor morgen, dus dat is top. We hebben om 2 uur afgesproken, dus prima. Dan weet ik ook al een tijd, dat is lekker. Vanavond ga ik gewoon in goede tijden kijken in Chateau Meiland. Daarna nog even een spelletje doen en dan ga ik mijn blogpost schrijven, even die laatste foto's maken. En dan ga ik lekker eventjes mijn thumbnail afmaken, zodat de video ingepland kan worden. Dan ga ik weer Ferry kijken, daarna nog even Lovebirds en dan ga ik lekker naar bed. Een nieuw boek uitzoeken en dan denk ik dat ik ook weer snel in slaap ben. Kwasten zijn in ieder geval schoon, dat is fijn. Dus dat is allemaal in ieder geval weer opgelost. Ik ga eventjes bij de spinazie nu kijken. En dan ga ik eventjes lekker wat drinken en dan ga ik in de relaxmodus. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 21 november. Ik ben klaargemaakt. En mijn coach komt straks omdat ik boodschappen ga doen. In plaats van donderdag, wat ik gisteren verteld. En zij appte al dat ze een kwartiertje eerder was. Omdat dat goed was. Ik zeg ja, is prima. Ik ben klaar. Ik strek zo even de stofzuiger doorheen. En dan is het ook klaar. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Chateau Meiland. Dat was wel weer heel leuk. Daarna nog even een spelletje gedaan. En toen heb ik mijn blogpost geschreven, mijn thumbnail afgemaakt, de video had ik al in elkaar gezet, die staat inmiddels online. Toen ben ik lekker nog wat foto's gaan bewerken voor het artikel van woensdag alvast. Want ik ga vanavond de hele vlog in elkaar zetten, omdat ik dat dus niet meer durf in gedeeltes. En toen ben ik lekker Ferry gaan kijken, de serie. Ik heb nog 2 afleveringen, dus het was wel heel spannend. En daarna de laatste aflevering van Love Hurts. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik een nieuw boek uitgezocht.
niet zo'n heel dik boek. Dus die heb ik echt al heel snel uit. En dan ga ik denk ik aan de kerstboeken beginnen. Want ik heb er nog een aantal. Dat vind ik dan ook wel leuk om wat kerstboeken te gaan lezen. Nou, ik had zaterdagavond nog een hele grote spin. Nog zo eentje. Ik kwam op een gegeven moment de keuken in en hij zat op de grond. Dus ik gillen. Nou, toen had ik die eventjes vakkundig verwijderd op mijn eigen manier. En wat was die groot, jongens. Echt niet leuk. Maar goed, ik ga even stofzuigen en even de bakken scheppen. En dan ga ik straks naar de supermarkt. En ik zal jullie nog eventjes meenemen naar de winkel. En dan zie ik jullie wel weer als ik terug ben. Van de boodschappen. Ik ga het jullie gelijk laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb allereerst nog deze sweater. Heel leuk. Ik vind dat heel leuk met een legging eronder staan. Is gewoon lekker warm. Die heb ik bij de Lidl. Ik heb waddenschijfjes gekocht. Dan heb ik 4 flesjes met frietsaus. Want die was nu eindelijk in de aanbieding. En dat gaat er best wel snel doorheen. Want ik nu tegenwoordig de kleine flesjes gebruik. Dan hebben we koffieroom. Dan heb ik bij de Lidl deze lampjes meegenomen. Die zijn al een beetje voor de kerst. Maar ik wil eigenlijk mijn stolp een beetje in kerstsfeer brengen. Nou zie ik hier ook sterretjes bij liggen. Maar dat zal wel gewoon voor de versiering zijn. Ik hoop dat als ik binnenkort nog een keer bij een Vibra of zo kom. Dat ik nog wat leuke dingen kan scoren. Dan hebben we de slavinken. En toen kwam ik bij de Lidl daarna. En daar waren ze in de aanbieding. Dus daar heb ik ze ook nog meegenomen. Haricot verts. 5 keer deze tandpasta. Dat was nu een actie bij de Trekpleister. 5 tubers voor 5 euro. En ik had tandpasta nodig. Ik dacht, nou, dat is een eurotje per tube eigenlijk. Bontjes. Spekjes. En wat ik ook nog bij de Trekpleister heb gekocht, dat is de Juicy Bomb in de Black van Essence. Die was nu een euro. En die is nieuw. Dus die is er nu. Dus die heb ik ook meegenomen voor een euro. Ja, de rest is eigenlijk gewoon allemaal nog een beetje vlees. Dan hebben we hier toetjes. Dan heb ik hier de opschuimmelk. Dan ga ik even naar de andere tas. Weer kattenbrokken. Dan heb ik deze pot gekocht. En het leek me leuk om deze pot te gaan beplakken met Sinterklaas stickers. Maar die kon ik dus nergens vinden. Dus daar moet ik nog even naar op zoek. Maar daar ga ik de pepernoten in doen, want die andere potten zitten nog dropjes in. Dus ik weet niet waar ik dat weer moet laten. Nou, dan heb ik hier dus die slavinken nog. De ovenfrikandellen nog een keer. Nou, dan heb ik een deodorant gekocht. En dit is eigenlijk een mannendeodorant. Ik heb best wel last van het zweten en dat dat een probleem is. En ik had begrepen van Nathalie dat zij mannendeodorant gebruikt. Toen zei ze, ik heb er heel veel baat bij. Dus echt de moeite waard. Ik dacht, nou, ik ga gewoon de goedkope meenemen. Mannendeodorant ruikt hartstikke lekker. Er is niemand anders die mij gaat ruiken, behalve ikzelf. Ik ga het gewoon eens proberen na het douchen. Want misschien werkt het wel, dan zullen we het wel zien. Weet je, ik dacht, ik ga gewoon voor een goedkope. Dan heb ik chocomel. Nog een keer de patatjes van oma. En de aardappelschijfjes heb ik hier. Een lekker zakje M&M's. En dan hebben we hier nog de dubbel fris. Deze. En deze. Dat waren alle boodschapjes. De katten hebben net een eten op. Dus ik ga dit mooi eventjes opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. En straks lekker. Ja, de batterij van de camera is leeg. Maar goed, ik ga dus eventjes, als ik opgeruimd heb, even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon weer de politie Rotterdam kijken met Ewout. Nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog in elkaar zetten. Dus helemaal in hoop dat het nu allemaal goed lukt. Ik ga er weer met frisse moed tegenaan.
Nou, dan ga ik even kijken. Als er nog tijd over is, kan ik de overige foto's nog even bewerken. En anders doe ik dat morgen. Dan ga ik lekker verder kijken. En vanavond ga ik de nieuwe serie kijken op Netflix. Met die is van Peter R. de Vries. Het kost meer levens. Iets zoiets heet het. Ik zal de titel wel even onderin zetten. Want ik weet niet precies hoe die heet. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daaronder staat een rode button. Als je die aanklikt, krijg ik een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!